Hi, onwijs leuk dat je kijkt naar IMTV. Blijf vooral lekker rustig zitten en kijk naar deze super toffe aflevering, waarin de krakers onderzoeken hoe nep Facebook is. En bezoeken we verrassende plekken in Amsterdam. Maar we beginnen met een video over het Amsterdam Coffee Festival. Hopelijk is de koffie daar beter. Mijn favoriete koffie is eigenlijk gewoon een goede cappuccino. Gewoon lekker, goed gezet. Het stinkt wel filterkoffie, misschien wel met de Aeropress. Nou, mijn favoriete koffie is Latte Macchiato. 'S Ochtends vroeg de eerste filterkoffie, die is altijd wel het lekkerste. Wij zijn nu op de eerste editie van het Amsterdam Coffee Festival. Superleuk festival, het is gewoon heel veelzijdig. Ik denk gewoon dat er zoveel aspecten van koffie en het zetten van koffie gewoon aanwezig zijn. Het proeven van bepaalde dingen zoals koffie, eten, zo'n lekker cookie, een brownie, een muffin, noem het maar op. Er is muziek, er is lekker eten, er zijn leuke mensen, de sfeer is goed, heel ontspannen en natuurlijk heel veel koffie. Ik heb wel het idee dat het steeds groter wordt, die koffie. Branche, dat steeds meer mensen er bewust mee bezig zijn. Wat er zo leuk eigenlijk aan is dat je hier heel goed ziet wat er allemaal gebeurt in de koffiewereld. Ik zeg het moet terughouden. Ik denk dat ik dat voor meerdere mensen zeg. Deze mag wel aanhouden. In Krakers onderzoeken Manon, Rowan en Gregory het studentennieuws van Folia. En dit keer duiken zij in de wereld van Facebook. En dat is wel een beetje gevaarlijk als je gaat geloven in een ideaalbeeld. Kan hier niet een filtertje overheen? Ja, beter zo. Maar waarom toch altijd die filtertjes? Waarom willen we alles mooier maken dan het eigenlijk is? Hashtag mooi leven, want ja, daar hebben studenten dus echt een kunst van gemaakt. Wat voor bloemen ze eigenlijk allemaal op social media? Zilla hield haar Facebook-vrienden voor de gek. Hoe deed ze dat en waarom doen wij dat eigenlijk? En ik ga kijken hoe makkelijk mijn Facebook-vrienden nou eigenlijk voor de gek te houden zijn. We zijn hier bij de HVA, hashtag no filter. Want we gaan kijken hoeveel de mediastudenten nou liegen op social media. Soms heb ik wel een filter geplaatst over een bepaalde foto en gezegd dat het geen filter overheen was. Ik leidinggevende was bij een bedrijf, terwijl het iets minder was, zeg maar. Wat was je, vulploegmedewerker? Ik was toen nog vulploegmedewerker, later was ik wel leidinggevende, maar okay. Ik had toen al gezegd dat ik leidinggevende was. Laatste poegelijke relatie aangezet, zeg maar, waardoor iedereen dacht dat ik een relatie had in het jaar was. The biggest lie I ever said was that the party was a blast, when inside it wasn't. Nou ja, je feestje zou misschien wel leuk zijn, maar zo leuk valt ook wel weer mee. Het was altijd eigenlijk alleen maar mooie dingen op, met filters erbij. Altijd leuk, uitgaan, stappen, feesten, Ibiza. Dus ik weet niet, ik geloof de helft misschien ook gewoon niet zo. En geef je dan ze alsnog een like of denk je van, nou deze geloof ik niet, deze hou ik nog even in? Ja, dat is een goede vraag. Ik wil eerst vermelding zien voordat ik jou mijn like ga geven. Ja, dat weet ik eigenlijk niet wat ik dan doe. Meestal geef ik dan geen like, nee. Dat ik denk van, nee. Je kan je leven op Facebook zo mooi maken als je het zelf wil. Tijd om mijn Facebookleven ook een beetje op te pimpen. U heeft een super schattig hondje. Zou ik met hem op de foto mogen? Oh, wat een schatje is het. Pony. Pony, pony. Can you act like I'm gonna set a tattoo right here? Perfect. Thank you very much. Nou, ik sta hier naast Zilla. Zilla, kun je uitleggen wat jouw project precies inhield? Ik heb 5 weken lang gedaan alsof ik in Azië was, terwijl ik gewoon thuis in Nederland was
En ik heb al mijn beelden gefotoshopt en gemanipuleerd zodat het leek alsof ik daar was. Wat noemen ze een voorbeeld? Wat heb je precies gemanipuleerd aan je foto's? Ik heb gewoon gedaan alsof ik op een Thaïs strand was door mezelf erin te photoshoppen. Maar ik heb ook in een Nederlands zwembad gesnorkeld en dat dan weer allemaal bewerkt. En iedereen trapte daar gewoon in? Ja. Ja, zo zie je maar hoe makkelijk het is. Ja, want wat was precies je doel van dit project? Nou, ik wil laten zien dat we tegenwoordig zoveel gemanipuleerde beelden te zien krijgen en dat we daarin gaan geloven, terwijl iedereen eigenlijk altijd filtert wat hij wel en niet laat zien. Of zelfs een Instagram filtertje, dat is al iets mooier maken dan het eigenlijk is. Wat is dat volgens jou dan iets wat niet goed is? Ik denk dat het niet goed is voor je eigen zelfbeeld als je gemanipuleerde foto's bekijkt en denkt van oh, mijn leven is echt veel minder leuk dan dat van anderen. Oké, dankjewel Zilla. We gaan kijken of mensen Rowan wel aanspreken op zijn neppe leven. I want to make my friends a bit jealous. Can I make a picture of us like we're having a date? Thank you very much. You're very kind. It's okay. Bye bye, have a nice day. En natuurlijk ga ik nu ook even wat gastcolleges geven op de UvA. Gastcolleges, here I come. Op social media hoeven zelfs relaties niet echt te zijn. En je vrienden geloven waarschijnlijk alles. Ook al is mijn leven perfect, toch lijkt het op Facebook allemaal net ietsje beter. Kijk naar een nieuwe aflevering van IMTV Creates. Hoi, ik ben Roel en dit is mijn crib in Amsterdam-Oost. Kom binnen jongens. Dit is de woonkamer. Hier wordt het meest gechilled, voor drinken, alles. En daar is de tv met de Xbox. Ja, er wordt af en toe gespeeld, maar vooral een potje FIFA om even vrienden af te maken. En achter staat de gitaren staan daar en daar wordt wel veel op gespeeld. Dit is de keuken. We hebben een oven en een gasfornuis. We werken allebei in de keuken, dus wordt hier goed gekookt. Veel eieren gebakken. Dit is een standaard student koelkast. Gewoon veel bier, maar wel echt goedkoop bier natuurlijk. En zoals ik al zei, veel eieren. En we hebben ook nog vriezer. En we houden wel van ijsjes, dus we hebben wel een stootje ijsjes. En natuurlijk wat frituursels voor de frituur. Play like you like being all on your own. Just what you got when you got me alone. Dit is mijn slaapkamer, 2-persoonsbed, lekker groot. En dit is mijn kledingkast. En ik ben wel een Ajax-fan. Het is geen club beter, maar dat weet iedereen wel. En hier zit ik eigenlijk nooit. Behalve als ik tentamenweek heb, dan moet ik wel. Dan heb ik echt geen keuze. Dan breng ik hier aardig wat uurtje door. En hierachter hebben we nog een klein balkonnetje. Daar hangt altijd de was te droog. Won't feel it out till we fall inside. Don't play like you like. Nou, dit is het balkon. Hier zitten we vaak in de zomer of als een sigaretje geroken. Hier zitten ook even vrienden van mij ook even lekker bier te drinken. Als je net in Amsterdam heb je wel een fiets nodig. Dit is dus mijn stalen ros. Hij valt bijna aan elkaar van ellende, maar ik kom wel van punt A naar punt B. Meer heb ik niet nodig. Nou jongens, ik ga een nieuw biertje halen, want mijn is leeg. Dus ik ga jullie wegsturen. Check jullie later. Hot or not? Celine en Wouter gingen de straat op om aan Amsterdammers te vragen wat zij van waarde vinden. Een waard. Ja of nee? Zag je die jongen met die baard? Baard? De baarden zijn flink uit de mode, heb je het niet gelezen? Nee, maar ik vind mannen echt super sexy met baarden. Nou, ik vind het helemaal niks, maar we kunnen wel aan Amsterdam vragen wat zij ervan vinden. Wat heb je een mooie baard? Dankjewel. Wist je dat baarden niet meer hip zijn? Nou, het gaat mij ook niet om het hippen, maar ik wist het niet. Ja, maar ik ben ook niet hip, dus dat maakt niet zo veel uit. Nou, ik vind u er best hip uitzien. Ja? Ja. Ja. Dankjewel. Als iedereen zegt baarden eraf, dan zal ik juist iemand zijn die de baard laat staan. Een baard? Ja of nee? Nee. Ik vind baard wel hip. Ik vind een man met een babyface, dat vind ik niks. Nou, ik vind een baard bij een man vind ik altijd wel mooi. Nou, ik vind baarden heel sexy. Dan zou ik wel een baard moeten hebben. Staat wel stoer, zo'n baard. Ja, vind ik wel, ja. Ik vind het wel mannelijkheid uitstralen. Je zoon heeft wel een baard. Ja, ja. Ja. En hij heeft zeker ook een mooie vriendin. Wie? Je zoon. Jij is getrouwd al. Maar wat voor baard wil je? Wil je stoppels of wat langer?
stoppels vind ik wel goed. Mag ook wat langer hoor, maar het is gewoon mannelijk. Niet te lang. Gewoon hier, een beetje kort. Het moet niet te lang. Ik hou niet van zo'n dik baard, dat vind ik niet leuk, nee. En Celine, wat zeiden de mannen? De meningen waren heel erg verdeeld. En de vrouwen? Ja, eigenlijk ook. Dus eigenlijk kunnen we wel zeggen, baarden zijn tijdloos. Maar ik vind toch dat jij je baard moet laten staan. Ja, misschien. Salim opent een fietsenswinkel in Amsterdam-Zuid. Op zich niet zo spectaculair nieuws, maar Salim is 20. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Ik ben Salim Benamar. Ik ben een jong ondernemer van 20 jaar. Het was altijd al een droom om mijn eigen bedrijf te beginnen. En na mijn diploma's heb ik die kans gekregen. Niveau 1 krijg je zeg maar de standaard kleine dingetjes. Letten op gebreken, wat een fietsje heeft, speling, stuurtje die speling heeft, bandjes of zo goed spanning zijn, wieltjes recht zijn. Eigenlijk de simpele dingen ja, die je moet kunnen. Daarna heb ik met mijn leraar overlegd en die wou me heel graag op niveau 2 hebben. Dus niveau 2 heb ik ook gedaan, 2 jaar lang. Dat heb ik afgerond en ja, en toen ben ik eigen bedrijf begonnen. Vooral veel motivatie, zelfvertrouwen en risico's durven te nemen. Neem je geen risico's, dan kom je nergens in het leven. De belangrijkste persoon die ik wil bedanken is mijn vader. Yeah. Ik hoef eigenlijk niks te vertellen, het is eigenlijk mijn geholpen vanaf dag 1. Het is mijn droom om dit bedrijf succesvol te maken. En ja, de rest zie ik eigenlijk wel. Het is wel een droom om meerdere filialen te hebben en mensen voor me te hebben werken. De examens zitten erop. Bloed, zweet en tranen om je middelbare schoolperiode af te sluiten. Kijk naar deze heftige clip van Alain Paulussen. Thank you.
Op vrijdag 6 juni hoor ik of ik verkozen ben tot presentatietalent van Nederland.